weer mensjes, daar zijn we weer met een extra video. Ja, we hebben bijna 20 abonnees. Nee, 20.000. We hebben 20.000 abonnees. Bijna 20.000 abonnees. Zo. Ja. Dus wij dachten, omdat het kanaal zo snel is gegroeid, we hebben natuurlijk al een Q&A opgenomen, maar best wel een tijdje geleden. En we hebben nu zoveel nieuwe abonnees, dus ik dacht, als we de 20.000 hebben gehad, gaan we weer een nieuwe Q&A doen. Let dan even op onze Insta en op onze Snapchat, want daar kan je dan alle vragen stellen. Ja. We zijn vandaag met een extra video. Ja. Als jullie mijn vorige vlog... onze vorige vlog hebben gezien. Ja, van dat mama jarig was. Dan weten jullie dat ik een Dyson föhn heb gehad. Ik weet niet of jullie het merk kennen, Dyson. Het is een stofzuigermerk, Dyson. Alleen, hun maken dus ook föhns. En ze zijn super duur. En toen wij naar de kapper gingen met Celine, hadden ze haar haar ook met zo'n föhn gedaan. En het was zo snel droog, eerlijk. Jouw hele haar was... echt snel droog. Toen wou ik hem hebben, maar ik vond toch wel elke keer, dacht ik, best veel geld. Ik heb hem dus nu voor mijn verjaardag gehad van mijn vriendinnen, dus dat vind ik echt helemaal top. Toch? Zoals jullie zien is Celine haar nog nat. Ja. Omdat ik dacht, we gaan een unboxing doen van de Dyson föhn. En als ik hem dan heb uitgepakt, gaan we hem ook gelijk even... gebruiken. Testen en kijken. Ik ga met de timer op mijn telefoon zetten hoe snel die dan eigenlijk ons haar droogt. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Heel benieuwd. Ik lees ook overal reviews op internet van allemaal mensen die het hebben gebruikt en die zeggen dat ze nooit meer een andere föhn willen. Dus ik ben benieuwd. Ja. Maar ik ga hem even uitpakken. Ik heb hier trouwens, ik vind echt dat mijn haar een beetje al aan het groeien is. Wat vind je? Ik heb het anderhalve maand geleden best wel kort geknipt. En ik heb het gevoel dat het alweer een beetje aan het groeien is. Dus ja, eerst was het tot hier. Ja, het was kort, hè? Nou, dat is overdreven. Hier was tot hier. Nee, dat is weer overdreven. Maar in ieder geval, Celine en ik. Dat is trouwens een vraag die ik even gelijk kan beantwoorden. Iedereen vraagt elke keer, hoe krijg je zulke lange krullen? Hoe krult je haar zo lang? Maar... waarom lach jij? Omdat het... omdat... ja, wat wil je zeggen? Omdat... ik weet gewoon niet. Nou, dat komt dus. Wij hebben gewoon... dat moet gewoon in je genen zitten. Toen ik zo jong was als Celine had ik ook zo lang haar. En wat ik zeg, ik heb mijn haar pas heel kort geknipt. Wat is het? Anderhalve maand geleden. En het is al echt een stuk ge... groeit. Het is al echt een stuk gegroeid. Dus laten we gaan beginnen met het uitpakken van mijn nieuwe liefde. Ik heb een schaar. Aardig grote doos. Nou, jij houdt hem omhoog. Oké. Hoe krijgen wij dit eruit? Want hij zit zo strak in die kartonnen doos. Oké. Nee, dan moet ik hem ook nog gaan over. Wacht even. Kunnen we even stilstaan bij deze doos? De doos is mega groot. Maar is heel mooi ook. En dan? Oh. Hier zo. Oké, wacht. Ik ga het even filmen. 3, 2... één. Oeh. Hallo, staat er. Ik zie hier een koordje. Wat apart. Dit is de föhn. De diffuser. En twee opzetstukken. Ja. En. Dus dit is. Hij is echt groot. Dit is dus zo raar aan die föhn, omdat je kan er gewoon doorheen kijken. Hallo? Omdat normaal ben je gewend dat hier van binnen... hier zitten gaatjes. Zitten van die... Die kleine gaatjes. Nou, moet ik... en nu, je kan er gewoon doorheen kijken, er zit gewoon niks.
Hij ziet er wel heel mooi uit. Eerlijk is eerlijk. Dit is de feun. Nou, ik vind het niet zo mooi. Je had ook grijs met roze. Maar ik vond hem niet, ik vind deze hem niet mooi. Echt? Oeps, ik heb gelogen. Oh, wauw. Wat? Het is magneet. Kijk, als je hem erop houdt. Hey! Het is... Kijk. Het is gewoon magneten opzetstukken. Zo, dat vind ik wel top hoor. Hey. Ik valt hier niet eraf. Toch? Ik hoef je niet te draaien. Wauw, heftig. Oké, okay. Nou, dus die opzetstukken zijn met magneet. Echt bizar. Is dat deze ook? Ja, lijkt me wel dan. Ja. Nou, dit is top. Ik ben benieuwd of die heel veel geluid maakt. Want dat zeiden ze dus ook, dat hij dat niet heel erg deed. Zit hij erin? Ja. Dat maakt echt veel geluid. Nee, mama, kijk, kijk! Wow, je hebt een lampje. Dan gaat hij aan en dan komen we door dit lampje. Dus ik denk... Mama, ik moet je vertellen aan de kijker. Wacht even, eerst dit vertellen. Zo gaat hij dus heel langzaam. Sneller. Nog sneller. Zo is hij een klein beetje heet. En hier heb je dus een koude knop. Ik ga hem op de hoogste. Dus en snel. Ja, het snelste en het de warmste stand ga ik hem zetten. En dan ben ik benieuwd wanneer jouw haar helemaal droog is. 3. Of welke, die of die? In de start. 3, 2, 1. Oké, Nien. Even kijken naar je haar. Het was de tijd. We hebben er dus ongeveer 6. Maar het was al lang al opgedroogd. Ja, ik moet zeggen inderdaad. Kijk eens even. Na 4 minuten merkte ik al wel dat je haar echt wel een stukken droger was. Ja. Ik ben echt heel tevreden. Het heeft mij zeker niet teleurgesteld. En jij, dat je het niet zo lang, zeg maar dan, met je haar eronder hoeft te zitten. Ja. Als normaal, toch? Ja. Ik ben er echt, echt heel blij mee. Dit scheelt zoveel... Dit scheelt zoveel tijd voor ons. Zeker in de winter wil ik jou niet met nat haar naar buiten laten gaan. Toch? Oké, het was even een korte extra video, ja. Omdat het ons gewoon leuk leek om dit even te laten zien. Oh. Ja. Toch, Nien? Ja. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal.